Yo, what up guys? Aflevering 34 Assassin's Creed Odyssey. We staan op Mykonos. Hoop ik. Heb ik het goed? Kieken. Ja. We moesten hier namelijk iets gaan doen. Met Kira samen. Daar was ik namelijk mee geëindigd. Maar ik ben inmiddels naar dit synchronisatiepunt gegaan. Dit is trouwens best wel een mooie foto. Maar ik ben naar het synchronisatiepunt gegaan. Het beeld van Artemis. En dat is dus echt een prachtig uitzicht. Dat is precies waarop ik nu sta. Ah ja. Resetten, dat was hem. Nou heb ik weer een vrije camera. Dankjewel voor die tip trouwens, man. Volgens mij is het Remco Verhoeven die tip gaf. Ah, deze shit is insane. Maar zo zie je dus hoe hoog ik sta. Dit is het synchronisatiepunt hier in Mykonos. Ik moet dus nu terug gaan naar Kira. En waar dat is, weet ik even niet. Oh, volgens mij daar. Volgens mij daar bij die grot. In ieder geval van harte welkom. Welkom terug bij Assassin's Creed Odyssey. Zo snel mogelijk naar Kira om met haar samen die missie te gaan doen. En de nationale schatkist te gaan leegroven. Ja, als het goed is, is ze hier. Ah, kut. Ik ben haar kwijtgeraakt ergens onderweg naar dat synchronisatiepunt. Ze volgde wel en op een gegeven moment stopte ze maar gewoon met het volgen. Nee, ik moet denk ik maar linksboven in het scherm die hints gaan opvolgen. Hey, ik heb haar gevonden. Nice. Victory is close. I can feel it. We haven't won yet. The fort will be treacherous, and the gods can be fickle. It was the gods who sent you to me. I refuse to believe they'd send you here to die. So what do you think of our islands? I think I prefer Mykonos. They really don't like you shedding blood on Delos. The priests are so terrified of haar ingesneden rok of jurk of hoe je het noemen wil is best wel nice. Over to Mykonos. What happens if they don't make it to Mykonos. Even tussendoor, ik moet wel een markering gaan neerzetten. Volgens mij moet ik hierheen. Het is namelijk het noordelijke deel van de Taverntse hoek. Dus het moet dit zijn. Ik heb alleen het idee, omdat ik nu echt zo samen met haar optrek, dat het echt één grote rampzalige missie gaat worden. Want ik ben altijd die stealth guy, alleen ik heb het idee dat zij dat niet kan. The nation's treasure, ripe for the picking. Nou, omdat het natuurlijk een fort is, wordt dit gigantisch bewaakt. En zal ik echt een goede volgorde moeten hebben, wil ik hier ongezien doorheen gaan, zeker met haar. Dus we gaan eerst eventjes alles scannen en in kaart brengen. Damn, het is echt heel groot. Oké, Paul, we beginnen maar hiermee, denk ik. Oké, dit zijn de eerste guards. Ik zou ook mijn god niet weten hoeveel hier wel niet te vinden is. Oh, ik vlieg ergens precies boven waardoor ik het niet kan scannen. Oké, dat scan ik zo. Dat hebben we allemaal gescand. Nog meer guards. Kijk, nog meer. Kijk even hoeveel. Ja, als ik er eenmaal rondloop straks, dan kan ik natuurlijk Ikaros ook nog eventjes pakken om overige dingen te scannen. Maar ik wil dat zo goed mogelijk voorbereid zijn en gewoon zoveel mogelijk soldaten scannen op het mapje zetten. En dan kom ik niet voor verrassingen te staan, maar het kan bijna niet. Het is echt een onmogelijke taak om iedereen in één keer te scannen. Goed, we komen aardig in de buurt, denk ik. Kijk, het huis van de leiders is ook heel erg in de buurt. Dus als we dit doen en dit allemaal verzwakken, hier het een en ander fixen, ja, dan kan ik uiteindelijk gewoon naar Podarkis himself.
Laat ik de nationale schatkist plunderen. Goede buit zit erin. En we verzwakken Podarkis nog meer daarmee. Better stay hidden. Guards everywhere. I need to be careful. Top, dat is de eerste. Maar ik zie je, dit is de eerste verrassing. Hello? Someone there? Very nice. Ik heb ook helemaal niets meer van Kira gezien. Ik denk dat die mij gewoon mijn ding laat doen. Trapte diegene wel echt ziek hard naar beneden. Vatvlam. Stro, vatvlam. Oh my god, really? Vat het, weer geen vlam. This fort has seen better days. They should have spent some of that silver on upkeep. Serpentboog. Het gaat aardig goed, moet ik zeggen. Zoveel locatiedoelen ook op één plek. Oh. Oh god. By my hand.
Oké, die heeft sowieso al dat niet meer. Goeie schade wel. Wie had dat verwacht? De pole march neer en zo easy. Ik zet een val eventjes. Nice man. Freaking awesome game. Als je er op deze manier doorheen gaat, jongens, dan is Assassin's Creed zo'n heerlijke game. Dat was de nationale schatkist al. Waar was die ene gast nou heen trouwens, die op hetzelfde level als mij liep? Volgens mij liep hier iemand echt super close. Of heb ik die nu al? Weet je wat het is? Ik ga wel eerst gewoon lekker verder met waar ik mee bezig was. Voordat ik al die schatten ga doen, want straks gaat het nog wel last minute mis. Daar heb ik ook niks aan natuurlijk. Dat ziet er ook goed uit. Zo blij dat je in deze game nooit druk hoeft te maken om carry weight. Dat je gewoon allemaal troep kan meenemen tot je gewoon helemaal vol zit, propvol. To mess with me. Maybe. Ga daar maar kijken, ja. Volle adrenalinebalk, waardoor ik alleen maar heftigere en krachtigere moves kan doen. Zoals jullie misschien al in beeld hebben gezien, heb ik inmiddels ook een R1 plus R2 move. De oude vertrouwde Assassin's Creed Unity move. Dat je een soort adrenaline boost modus krijgt en je gewoon als een beest nog krachtiger aanvallen doet. Die heb ik inmiddels ook geactiveerd. Nou, ik ben er volgens mij echt fantastisch doorheen gegaan. Er is nog één kapitein ergens. En dan moet ik alle schatten plunderen. Dus laten we even goed rondkijken waar wellicht die kapitein loopt. Is dat hem? Zou zomaar kunnen hoor, dat ze uitgelopen zijn puur en alleen omdat er een beetje onrust heerste. Of dat is dat hem, dat moet hem zijn. Daar hebben we er ook nog een. Het is een beetje verwarrend nu. Ik ga wel eerst eventjes die schatkisten doen, maar verwarrend is het zeker.
En wat ik al de vorige aflevering zei, moet ik zeker niet vergeten. Ik moet binnenkort eventjes naar zo'n merchant gaan en al mijn troep verkopen. En eens even kijken hoeveel dat inmiddels waard is. Ik durf deze niet te doen. Ik probeer deze uit te stellen tot het eind. Weet je waarom? Ik heb het idee, puur omdat het een quest is, dat er misschien straks een cutscene start en ik dan weer dat hele fort niet heb afgerond. Dus daar wacht ik even mee. Inmiddels nog 2 schatten. En nog 1 kapitein. En ik denk toch echt dat ik meerdere van die gele enemies moet killen, wil ik in één keer de kapitein gaan vinden. Want dat is echt alleen maar extra verwarrend geworden nu. Ik denk trouwens dat die nationale schatkist ook tevens de laatste schatkist is. Van Plunder de Schat. Dus dan moeten we nu echt naar de kapitein gaan. En dat kan hem zijn, dat kan hem zijn, kan hem zijn. Ik weet het oprecht niet. Ik kan nagaan hoe sterk. Als nou die kapitein misschien naar het alarm gaat, dan vermoordt hij zichzelf. Hoe ziek zou dat zijn? Nou, hij gaat daarheen. Dan kan ik hem looten. Dan kunnen we kijken hoe hij zichzelf opblaast. Zo, nou, wel, zichzelf opgeblazen. En dat was meteen de laatste enemy van het fort. Hoeveel beter kan je iets uitvoeren? Ik ben helemaal blij. En nu alleen maar hopen dat dit als de laatste schat telt, want dan is het echt perfect gegaan. Done. Ja, Kira's man. Going to want to see this. Damn. Ik ben heel blij dat zij je daar gewoon is blijven wachten, waardoor ik dit gewoon helemaal op mijn maniertje heb kunnen doen. Alexios, there you are. Good news, I hope. When the people of Delos discover Podarkis lost every coin of their nation's treasure, they're going to rip him to pieces. You weakened Athens' grip over Delos, exposed Podarkis, and made way for a Spartan alliance. I could kiss you. Oh my god, that mag wel. I don't see anything holding you back. You breathe life into me.
If only you'd arrived on Velos before Thaletas. These are dangerous times. I'd hate to meet Hades without having tasted those lips. Very poetic for someone covered in blood. I like it. Would you even recognize me in the underworld? I wonder. We should probably move. They're going to come looking for us. I don't think I've ever really said thank you for coming here. You've given us hope. I'll go back to the hideout. But if you keep this up, Podarkis is as good as dead. I may finally know peace. Nog meer moves op Kira. Lekker bezig. Maar inderdaad, het drong eventjes niet op mij door dat zij gewoon wat had met die... Hoe heet die? Die Spartan. Die gekke Spartan. Die we ook ergens in een van de cutscenes hebben gezien. Maar goed, dat komt wel goed hoor, denk ik, met Kira. De andere missie die enorm dichtbij is... is deze Spartaanse Pole March. Dat is namelijk een quest die al heel lang in mijn lijstje staat. En als je hem leest, gaat het over dat moment... dat ik al die Atheners in de pan hakte op dat strand. Terwijl de Spartaanse versterking het strand bestormde... nodigde Herodianos hem uit om deel te nemen... aan een van de bloederigste gevechten die Mykonos ooit had meegemaakt. Daar ga ik dus eerst heen voor... dat ik daadwerkelijk Podarkis neer ga halen. Panzerverhoging, niet verkeerd. Maar goed, oprecht. Ik denk dat het echt wel goed gaat komen tussen Kira en mij. Ik denk dat ze... Ik weet niet, het is gevoel, hou je niet tegen. Dus ik denk dat als zij een beetje verliefd op mij wordt en mij wel ziet zitten... dat die andere random guy waar ze toch al een beetje problemen mee had, dat dan wel snel vervaagt. Moet je kijken rechtsonderin hoe erg die balk is verzwakt. Hij had volledige macht, hè. Nu is daar niets meer van over. Ik denk oprecht dat die Podarkis mij heel erg haat nu. Oh, dit is letterlijk degene waar ze... Ja, waar ze een relatie mee hebben. The Battle of the 300. Leonidas was lucky to have that many men. Today we honor the fallen. Today we send our enemies to Hades. Alexios, I didn't think you'd come here after calling my plan a suicide mission. And miss your speech? Never. Athenians give speeches. Spartans give orders. Ew. Wat? Dit is echt te gestoord gewoon. Hij is volgens mij met Kira. Haar ben ik de hele tijd aan romancen en nu heb ik met hem een romance optie. Een gay romance optie. Dat zou... Nou, te gestoord zijn. Een heel raar scenario zou dat creëren. Your men are brave, but they won't be enough. We need those reinforcements. They'd never get here alive. The Athenian navy is too powerful, and our ship is at the bottom of the sea. Mine isn't. You'd confront them in open waters? Not sure if you're brave or just mad. The Adrestia and I have faced greater challenges than a few Athenian ships. You fight like Achilles reborn. But even you couldn't defeat the entire navy. But if I sink enough ships, the Spartans can get through. There's something else. A helmet was left on board my ship. It was my butler's. I'll sink the ships, but I'm not making any promises about a helmet. You've been here long enough. How many ships protect Delos? You'll never sink them all. We just need to punch a hole in their patrols, enough to send them scrambling. So the helmet from your pater means a lot to you. It does. He pried it from his pater on the battlefield of Thermopylae. The sea is a big place. Where did your ship sink exactly? Somewhere off the northern coast of Mykonos.
We could see Miltiades' fort as we swam to shore. The sharks will have full bellies when I'm done. Alright. Ondertussen snij ik wat pepernootjes. Missie aanvaard. Eindelijk een missie op het water. Laten we even met deze guy praten voor de officiële missie waar ik op doelde. Eaglebearer, my name is Herodianos, second to Thaletas in battle. The dogs of war howl for blood. And thanks to you, Sparta now howls back. Sounds like a lot of howling. Fight with us. Together we'll run our shields through their skulls and spears through their hearts. I'd be honored to fight with Sparta. To battle! Kun je nagaan. Alexios vechtend aan de zijde van Sparta, terwijl hij wel zijn eigen Spartaanse vader vermoord heeft. Dat was dus puur persoonlijke issue gewoon. Dit is inderdaad echt een tering groot gevecht. What the hell? Oh, dat is de eerste. Die mannen zoek ik. Zo, wat was die zieke moveset? Oh, dit is zo'n huurling. Dit is waarschijnlijk wel de gevaarlijkste guy die ik moet trotseren. You might be able to challenge me. Barely. Yeah!
Auw, wat de hel, wat de hel, wat de hel, wat de hel, gast. Got him! We're pushing them back! Keep fighting! Bijna nu, jongens. Bijna. Erg nice hoor. Oh, ziek. Level 30 legendary chest piece. Diocles werd gedood, 24 soldaten gedood, 4 kapiteins gedood. Zo, pittig wat drachmi. Superveel XP. Hey, ik heb een sectelid aanwijzing. Oh, Podarkis is een sectelid. Holy fuck. Nice. Alle aanwijzingen ontdekt. Moet je kijken. Podarkis. There is no victory without eternal war. The cosmos guides me. Wat? Dat is deze guy. Uit die cutscenes. Die... Wat? Ik dacht al, wat een bekende kop, joh. Na generaties van overheersing nam de invloed van de zilveren eilanden af. Pericles leidde Athene om een centrum van macht te worden. Het was een verandering die Podarkis de vrede niet kon tolereren. De secte schonk hem een onzagwekkend leger. Hiermee kon hij de broeiende Delische opstand de kop indrukken en beloofde hij de secte om Athene in de as te leggen. Okay, damn. Ik zou alleen maar god niet weten waarin ik nu moet investeren zonder dat mijn speer niveau 5 is gehaald, is zeg maar. Dus dan toch maar die, denk ik. Even hele zieke moves wel. Sectelid notitie misschien nog? Had ik ergens een uitroepteken staan? Nee, alleen Podarkis is nu aangegeven. Ik denk dat ik eventjes die schepen neer ga halen met de Adrestia. En dat we daarna Podarkis neer gaan halen in de volgende aflevering. Dus dat ik nu zeg maar het voorwerk, het laatste voorwerk heb gedaan. En dat de volgende aflevering meteen Podarkis wordt neergehaald. Wat me opvalt is dat heel die missie weg is, joh. Ik hoef die schepen ook helemaal niet meer te doen. Was die schepen een soort van voorwerk voor het officiële gevecht of zo? Wow. Opeens Walf is daar. Nou, ik denk dat ik toch eigenwijs ben. Toch eventjes de Adrestia pak. Wat is dit dan? Godin van de jacht. Oké, okay, really? Regen? Ja, die had ik niet zien aankomen, regen. Maar ik ga ook niet te dicht bij Podarkis in de buurt komen nu. Want ik merk dat die gast gewoon bijna buiten staat. Dus ik ga er eventjes helemaal omheen. Hij is letterlijk al daar namelijk. En dan ga ik naar deze sidequest om te kijken wat die precies inhoudt. Ook heel erg in de buurt. Er komt regen uit een heldere hemel. Geen flauw idee hoe. Dat
CEO. I'm looking for Kira. Not here. Gone hunting. Wants you with her, she said. I mean, where is she? Praying to the gods for a good hunt. The altar of Artemis, east from here, on the north bit of Tavern Point. Thanks. Godin van de jacht in plaats van de nacht. Maar ik denk ook van de nacht. Ik denk dat dit misschien wel het moment wordt. We gaan het in ieder geval zien. What the fuck is she doing? Keen-eyed Artemis, guide my bow. I pray to you with all my heart, and Alexios doesn't scare off the animals with his heavy footsteps. I thought I was being quiet. If that was you being quiet, we'll have nothing but trampled grass to eat for dinner. Nice altar. The flowers remind me of sweeter days. But your real concern should be, how skilled are you with that bow? I've seen you hunt. You don't need my help. Oh, I bet you capture any prey you lock those sharp eyes with. Sounds like a challenge. Come, the Ibex is swift. We're not going to catch any by standing and chatting. Oké, we gaan ook daadwerkelijk jagen. Kira. The fuck you doing? Oké, zij moet speciaal deze route rennen, dat afsnijden wat ik deed, dat kan ze niet. It is. Now show me how to use that bow. De 3 steenbokken zou voldoende moeten zijn om de rebellen te eten te geven. Moeten we even op steenbokjes jagen. Excellent shot. Artemis smiles on you. Tell Artemis I've got my eye on someone else. Don't make her jealous. Dat continue getease naar elkaar en dat terwijl ze gewoon bezet is. En ze werkt er net zo hard aan mee, hè, die chick. Smiles on you. Tell Artemis I've got my eye on someone else. Alweer? Don't make her jealous. My people will be well fed, and the gods will have their sacrifice, thanks to you. You're a great hunter. Why did you actually want me here? Don't be naive. There's something between us, even though I know I shouldn't act on it. Because you love Thaletas. Or at least I thought I did, until you arrived. The hunt clears my mind, to reflect on the words that passed between us. Is that a good thing? I know a spot down by the water. It's quiet. We'd be alone. What do you say? I'm all yours. There's no Ibexes here. Villians have suffered for so long. This is the first time I've felt happiness since the war began. You can bring that to your people. These islands deserve peace. So do you. I'll take you with me! Yeah.
Nou, heel rustig spekje. Plekje, spotjes, plekje. Kom er lekker uit. Lekker twee man tegen hem. My journey is over yet, but I may settle down someday. You can do many things, Mistios, but settle down? I'm not so sure. Another challenge? Stop looking to the future to be happy when true happiness is right in front of you. You taught me that. Nou, de hele rustige spot was het niet, want we werden meteen aangevallen door een huurling. Maar ik ben vrij benieuwd naar deze scène. Is het Witcher waardig of is het een dikke vette mooie? No. So I finally get to the beach and find this giant bear had eaten the crew of smugglers. A bear? By Callisto, what did you do? Well, I killed it. What else could I do? It would have torn me to shreds. I'm starting to think no one is safe from that spear of yours. And what of the woman? She attacked me on Velos. The sacred soil's never seen so much action. Why is it so easy to talk with you? Because we've lived similar lives, been through similar struggles. Even though we grew up so far apart. I want you, Alexios. Here, now, under the stars. I've wanted you since I laid eyes on you. Mykonos is definitely my favorite island. And you're my favorite, Mistios. Thaletas can't know about this. I agree. In time, he will. For now, he needs to focus on the rebellion. So do we. But first... Ik vind ze schattig met z'n tweeën. Ze passen echt bij elkaar. Die Odessa had helemaal nergens bij gepast. Als ze nou elkaar weer bespringen... Tjongejonge, je ziet echt niks, hè? Ik vind het wel raar voor een 18-plus game. Ja joh, we're meteen aangerand door een... Wat is dit, joh? Een Alpha Wolf ook. Net klaar met bang, ik word meteen aangerand door een wolf die daar nu ook echt heel erg bijpasselijk ligt. Nee, het was een mooie scène, mooie muziek, het is ook een mooie vrouw, het zijn twee mooie mensen bij elkaar, dus dat maakt het al gewoon snel leuk natuurlijk. Maar als je The Witcher, weet je, The Witcher is al in 2015 uitgekomen en zit zo haarfijn in elkaar. Dat dit dan alleen maar kan tegenvallen voor mijn gevoel, weet je, waarom laat je niks zien? Ik bedoel, zijn we nou zo preuts of... Het is toch gewoon een seksscène, maar goed, het zal wel. Dat rauwige, daar hield ik heel erg af van bij The Witcher. Dat ze gewoon geen fuck gaven, je zag alles. Maar in ieder geval bedankt voor het kijken. Het is gebeurd, we hebben Kira's hart veroverd. Nu nog Podarkis neerhalen. En dan zit eigenlijk het hoofdstuk er helemaal op voor deze zilvereilanden. En dan kunnen we ons verder gaan focussen op de story. Dus dan hebben we een hele mooie, lieve vrouw bemachtigd. En kan ik me daarna gaan bezighouden met dat verhaal wat het nu nog steeds verder loopt. Met mijn bloedeigen moeder. Die we eindelijk kunnen gaan ontmoeten. We gaan het zien. Thanks in ieder geval voor het kijken naar deze episode. En tot de volgende, jongens. Later.